Leuk dat je weer kijkt. We gaan werken aan een nu al tijdloze song van Danny Vera, Rollercoaster. Ik begin met de uitleg van alleen de melodie van het intro. Deze moet je kennen voordat je verder gaat naar het fingerpicking deel. Deze heb ik in 3 verschillende stappen opgebouwd. Stap 1, de melodie. Stap 2, fingerpicking voor halfgevorderde. Stap 3, voor de gevorderde fingerpicking. En stap 4, dat is het origineel zoals Danny Vera hem speelt, voor de experts. Je kunt vanaf stap 1 naar stap 2 en eventueel zo door. Of je kunt gelijk van stap 1 naar stap 3 of naar stap 4 gaan. Stap 1, de melodie van het intro. Je begint op het derde vakje van de B-snaar. Daarna krijg je het eerste vakje van de B-snaar en dan een losse B-snaar. Dus krijg je dit. Daarna loopt hij weer terug omhoog via het eerste vakje naar het derde vakje. Dus krijg je. Daarna krijg je een losse E-snaar. En dan het eerste vakje van de B-snaar. En dan een losse B-snaar. Dus. Achter elkaar krijg je dan al dit. Het tweede stuk gaat als volgt. Je krijgt het eerste vakje van de B-snaar. Gevolgd door een losse B-snaar en vervolgens weer het eerste vakje van de B-snaar. Dat klinkt zo. Daarna krijg je een losse B-snaar en dan krijg je nog een keer een losse B-snaar met een hammer-on op het eerste vakje. En een hammer-on klinkt zo. Dus. En dan gaat hij naar het derde vakje. Dus. Dan krijg je dit dus vanaf het tweede stuk. Daarna krijg je een slide op de G-snaar van het tweede naar het vierde vakje. Dan gaat hij terug naar het tweede vakje. En dan krijg je een losse snaar. Klinkt zo. Oké, het eerste gedeelte helemaal. Oké, het tweede gedeelte is bijna hetzelfde. Er zit namelijk maar één verschil in. Hij gaat bij het tweede gedeelte na de losse B-snaar naar het tweede vakje van een G-snaar in plaats van het eerste vakje op de B-snaar. Dat klinkt zo. Oké, achter elkaar het hele tweede gedeelte. Let op. Hammer on. Nu gaan we aan de slag met het laatste gedeelte. Deze is geheel anders dan de eerste twee gedeeltes. Ik ga hem even horen. 1, 2. We gaan eerst even een paar keer de timing oefenen. Aan het begin heb je eerst een paar tellen rust voordat je de noot aanslaat. Ik tel tot 2 en snel daarna volgt het derde vakje op de B-snaar. 1, 2, 1. 2. Hierna volgt een losse E-snaar die op de derde tel komt. 1, 2. Nog een keer. 1, 2. Het volgende stukje is precies hetzelfde getimed als het eerste stukje. En dan krijg je het eerste vakje op de B-snaar. 1, 2.
eerste stukje, met wat we net hebben geoefend eraan vast, klinkt zo. 1, 2. Nog een keer. 1, 2. Hierna krijg je een pull-off. Dat betekent dat je de snaar aanslaat en kort daarna je vinger eraf trekt, zodat je de losse snaar nog wat klank meegeeft. Dit doe je op het eerste vakje van de B-snaar. Ja? Dan spelen we dit stukje even vanaf het begin. Dus het eerste vakje op de B-snaar, dan nog een keer het eerste vakje op de B-snaar, waarna de pull-off komt. 1, 2... Het stukje daarna is weer hetzelfde getimed als het eerste stukje. We beginnen op de losse B-snaar. 1, 2... Daarna krijg je het derde vakje van de E-snaar. En dan weer een losse B-snaar. Dus die klinkt zo. 1, 2... Achter elkaar klinkt het laatste gedeelte zo. 1, 2... Helemaal ongeveer op de helft van het originele tempo. Top. Eén, twee. We hebben net de melodie gespeeld. Nu gaan we beginnen met de fingerpicking. Dat betekent in dit geval dat we de melodie en de bas tegelijk spelen. Hierbij gaan we vanuit de akkoorden denken. Het eerste akkoord waar we vanuit gaan denken is het G-akkoord. Belangrijk is dat je de volgende snaren aan het begin indrukt. Het derde vakje op de E-snaar. En het derde vakje op de B-snaar. Want daar begint de melodie. Mijn wijsvinger hou ik al vast op het eerste vakje, zodat ik makkelijk door kan. En dat klinkt dan zo. Zoals je misschien wel kunt horen, het derde vakje valt tegelijk met de bassnaar. En de losse snaar valt tegelijk met de bassnaar. We gaan weer terug omhoog daarna. Beginnen we even bij de losse snaar. Achter elkaar krijg je dus nu al dit. Omhoog. Dan gaan we weer een stukje verder. We beginnen met de melodie op het derde vakje van de B-snaar. De melodienoten vallen hier op de tel. Losse E-snaar. Eerste vakje B met bas. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Achter elkaar krijg je al dit. Bij het tweede stuk denken we vanuit het A-mineur akkoord. De losse A-snaar is de bassnaar. En de melodie begint op het eerste vakje van de B-snaar. Los. Nog een keer deze. En dan krijg je hem weer los. En dan krijg je die hammer om, weet je nog? Dus krijg je al dit. En dan het derde vakje. En daarna krijg je die slide en daar zitten geen bastonen bij. Het tweede deel is ook hier bijna hetzelfde. Alleen krijg je weer dat tweede vakje op de G-snaar in plaats van het eerste vakje op de B-snaar. Het stukje dat anders is, gaan we even loskoppelen en oefenen. Het eerste vakje van de B-snaar met de bassnaar. Los. En dan krijg je de A-snaar en de G-snaar tweede vakje tegelijk. Dus... Ja? Tweede gedeelte helemaal.
Bij het laatste gedeelte denk je weer vanuit het G-akkoord en hoef je niet twee tellen te wachten, want je begint al met de basnaar. 1, 2. Het derde vakje op de B-snaar komt even tussendoor en de losse E-snaar valt weer tegelijk met de basnaar. Bij het volgende stukje krijg je weer dezelfde timing. En dan krijg je die pull-off. Je begint tegelijk. Oké, beginnen we op het derde vakje van de E-snaar en de losse E-snaar. Dan krijg je weer een losse B-snaar, gevolgd door het derde vakje van de G-snaar die tegelijk valt met de bassnaar. En vervolgens krijg je weer een losse B-snaar. Hij klinkt als volgt. Helemaal. En. Hey, tof dat je keek. Als je iets geleerd hebt, laat het weten in de reacties of like de video. Als je up-to-date wilt blijven over mijn volgende video's, volg me op Instagram en abonneer op mijn YouTube-kanaal.